Mona, wat verbindt ons in Nederland? Ja, dat is een van de grootste problemen in onze tijd. Mensen zijn ontheemd aan het raken, kijken om zich heen en vragen zich af, wat maakt ons nou tot Nederland? Hoe staan we met elkaar in verbinding? Er is een grote kloof aan het ontstaan tussen laagopgeleide en hoogopgeleide. Die mensen ontmoeten elkaar ook bijna niet meer. De vraag van nieuwkomers die naar ons land komen met een ander geloof, met een complete andere kijk op bijvoorbeeld de gelijke positie van mannen en vrouwen, de acceptatie van homoseksuelen. En je ziet alle andere partijen daar eigenlijk een beetje voor wegduiken en zeggen van nou als mensen de taal maar spreken of de vrijheid van meningsuiting. En dat is werkelijk veel te simpel. We zullen weer met elkaar moeten vaststellen wat ons nou tot Nederlanders met elkaar maakt. Ongeacht hè, kleur, geloof, opleidingsniveau of wat dan ook. En wat CDA betreft is dat vaderlandsliefde. Is met elkaar weer voor het koningshuis gaan staan. En met elkaar accepteren dat het fundament onder onze westerse beschaving de waarden zijn van het christendom. En daarvoor hoef je helemaal niet te geloven. Absoluut niet. Maar de gelijkwaardigheid van mensen komt niet uit de Franse revolutie of de verlichting vandaan. Dat is een van de fundamentele noties van het christendom. Beschermingswaardigheid van leven, dat soort zaken. Ja, en als we met elkaar dat weer kunnen vaststellen, dan kunnen we ook onze kinderen dat weer meegeven. Nou ja, en dat is natuurlijk wat bij uitstek ook het CDA is. En een laatste punt, wat ik echt heel belangrijk vind, dat is het weer instellen van een maatschappelijke dienstplicht. Jonge mensen weer meegeven dat je niet alleen rechten hebt, maar ook plichten hebt. En weet je wat nou helemaal het mooie daarvan is? Dan komen hoogopgeleide en laagopgeleide weer ook automatisch met elkaar in contact. Dus je bent ook voor dienstplicht voor dames? Ja, maar het is een maatschappelijke dienstplicht hè, voor alle jongens en meiden. En dat kun je doen bijvoorbeeld bij een sportvereniging, bij een politieke partij zoals het CDA. Maar je kunt het ook in het leger doen. Net wat jou interesseert en wat jou drijft. Dus in het leger is ook goed? Ja hoor, absoluut. Zeker. Wat vindt u dat het leger zo klaagt dat ze geen geld meer hebben? Daar hebben ze gelijk in. De afgelopen jaren is er veel te veel bezuinigd op defensie. Terwijl om ons heen, alles om ons heen buiten Europa, er steeds meer conflicten zijn. Er zijn ook steeds meer zorgen over veiligheid binnen Europa zelf. De aanslagen die we gezien hebben in Parijs, Brussel en Nice. Dus het is hoog nodig, en dat doet het CDA ook, dat er echt fundamenteel veel meer geld wordt geïnvesteerd in politie, justitie en in defensie. Ik vind ook dat de jongens van ons, de militairen, zover in het buitenland moeten dienen. Wat ik daarvan vind? Ja. Onze krijgsmacht heeft natuurlijk ook die taak om ook elders in de wereld bij te dragen aan vrede en veiligheid. Dus ja, dat hoort erbij. Ik kan me wel voorstellen dat het voor familie van die soldaten soms wel eens even slikken is, hoor. Dat iemand waar je van houdt opeens naar een compleet andere plek op de wereld gaat. Ja, naar een land wat je niet kent, wat mensen die je niet kent, en dan ga je in één keer voor vechten. Het is een beetje een raar idee, vind ik. Nou ja, jonge mensen die in het leger gaan, kiezen daar ook zelf voor. En dan weet je ook dat je als onderdeel van de Nederlandse krijgsmacht soms ingezet kan worden om vrede en veiligheid in andere landen weer te borgen. Wat vindt u van Europa? Europa is van belang. Wat heel veel mensen niet meer weten is, waarom werken wij nou samen? Nou, wij werken samen met elkaar voor vrede en veiligheid. Wat heel veel mensen niet meer weten is dat het natuurlijk eeuwen van oorlog geweest is. En sinds we met elkaar samenwerken hebben we dat in Europa niet meer gekend. Daarnaast, zoals net al zei, Nederland is zo'n klein landje. Wij zijn voor onze welvaart afhankelijk van buitenlanden die onze producten kopen. En dat is ook een reden waarom je moet samenwerken. Is Europa op de goede weg? Nee, zeker niet. We zullen veel preciezer moeten kijken waar gaat Europa wel over, waar gaat ze niet over. Je zult moeten kijken of je met een bepaalde aantal landen kunt samenwerken. En met anderen niet, omdat die op een andere manier naar problemen kijken. Dus Europa is van belang, maar Europa moet wel fundamenteel veranderen.